Nou, hier is hij. Hier is hij, dames en heren. Applaus, Frank Bakkenes. En dan gaan we nu over tot het belangrijkste moment, Frank. Naast mij staat de trotse winnaar van de Cas Spijker Award. En ja, nou, allereerst je eerste reactie. Ja, super vet. Ja, is echt heel vet. Nu, ik kwam vanmorgen binnen, mijn oudste, mijn chef er. Ja, zie bunschoten lachen, ja, dan ga je dingen denken. Dat is echt heel vet om te krijgen. Het houdt gewoon je naam hoog wat je doet. En dus super trots om te horen dat je lekker bezig bent. Echt heel mooi. Hey, en voor de mensen die misschien naar ons blog kijken en jou niet helemaal kennen, zou je jezelf nog even kort willen voorstellen en waar je werkt? Ja, ik ben Frank Bakkenes. Ik werk bij de Vrienden van Jacob in Zandpoort. Vanaf september als leerling zijnde. Ik zit nu voor het derde jaar op de Cas Spijkers Academie, doe niveau 4. En daar ben ik eigenlijk mee bezig. Okay. Ja. Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, naast jou staat Jean-Paul Bunschoten van de Cas Spijkers Academie. Waarom organiseren jullie dit? Nou, het is vooral, eigenlijk verleden jaar zijn we daarmee begonnen. Dat was toen de geboortedag van Cas. Zoals iedereen weet is Cas natuurlijk helaas overleden. En we willen hem graag gewoon ter eer en ter nagedachtenis, willen we gewoon deze prijs willen we neerhouden. En zijn we verleden jaar daarmee begonnen. Dus Emiel Kwekkerboom is het geworden. En het is echt een prijs die je verdient. Er gaat geen wedstrijd dan vooraf of wat dan ook. Nee, het is echt iets wat je verdient. Dus al die jaren wat hij heeft gepresteerd, dat uitzicht nou in deze prijs. Nou, het zijn volgens mij ook wel toppers die de prijs winnen, want Emiel heeft gisteren het zilveren koksmes gewonnen. Ja, dat is een toevalligheid, maar we hadden natuurlijk vier mensen van de academie, twee oud-studenten en twee studenten die op de academische zitten. Die zaten in het werkveld of in het wedstrijdveld, dus ja, we hadden 50% kans. De eerste prijs Emiel gisteren, tweede prijs Olly. He, dat is ook een oud-student van de academie. Daar zijn we super trots op. Hè? Dus we zijn lekker bezig. Ja, dan ben ik wel heel erg benieuwd wat we van jou gaan verwachten komend jaar. Dat is nog een grote vraag. Ik wil graag wel wat meer wedstrijden gaan meepakken en gaan doen. Maar welke precies? En daar moet ik nog even allemaal kijken. Ik heb er nu al wel eentje in mijn zak zitten. Auguste Escoffier, vorig jaar in Gent, in België. Met Thijs gewonnen, maatje van me. Ook Cas Spijkers Academie. En ik hoop er nog meer te gaan pakken. Hey, volgens mij moet je nu vooral even gaan genieten van deze prijs. De komend jaar heb jij deze titel, dus ik zou zeggen gefeliciteerd nogmaals en geniet ervan. Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken. Zeker een mooie prijs.